Maar leeft hij nog? Nee, hij is dood. Hebben ze nooit geprobeerd om te reanimeren? Ja, is dat een echte vogel? Het is een zwaan. Is dat een echte zwaan? Zou je zelfs niet zeggen. Hoe is dat beestje overleden? Hoe reageren mensen nou als ze jou voorbij zien lopen? Ja, heel divers. Ik kwam van mijn studio af en ik nam mijn zwaan mee naar hier. En er was een man, die stopte zijn busje. Die kwam naar mij toe gelopen en die zei... hoe ver moet je nog lopen? En gaat het wel goed met de zwaan? En moet je even een lift geven naar de dierenambulance? Dus ja, toen heb ik moeten teleurstellen dat hij al jarenlang opgezet is. Maar ja, het is fantastisch om te zien hoe mensen geraakt zijn door het zien van een zwaan. Er was ook een kind op een gegeven moment en die riep heel hard, kijk, een konijn! Ja, dat zijn natuurlijk ook geweldige reacties. Nieuwsgierig geworden naar het verhaal achter het meisje en de zwaan? Lees woensdag meer in het ED.